Binnen iedere organisatie heb je toppers en mensen die duidelijk geen topper zijn. Ik wil niet zeggen dat ik nou bij de toppers hoor. Ik werkte op het ministerie van Defensie. En een van de dingen die gepland moest worden, was een eventuele missie naar Mali. Toen wilde Nederland wel iets te vertellen hebben over wat er dan precies ging gebeuren in Mali. Ik ben zeker niet de allerberoerdste, denk ik. Dus dat mocht ik gaan doen. Dan ga je naar New York, op sollicitatiegesprek. Sprak je ze talen wel? Je moet weten, ik hou van organisatie. En één ding was me duidelijk toen ik binnenkwam. Voor mij zat er geen enkele orde in. Helemaal niks. Binnen een maand was het, zoals Clint Eastwood zou zeggen, een enorme clusterfuck. Je krijgt een beetje Asterix en Obelix in de Britten. En op dat moment komt er iemand binnen van Buitenlandse Zaken. Ja, ik weet niet zo goed verder op dit moment wat ik hier aan zou moeten doen. Streven naar verzoening. Peacekeeping. But there is no peace to keep. Ik wil niet zeggen dat ik nou bij de toppers hoor, maar ja. Zo. Zijn we weer bij?